vlak na de oorlog had je natuurlijk eigenlijk twee hoofdsporten. Dat was het voetbal in Amsterdam en het wielrennen. En toen kenden we nog 4, 5 clubs in Amsterdam. En toen kreeg de Nationale Wielerbond het wereldkampioenschap wielrennen in 1948 toegewezen. En toen hadden we diverse helden, waaronder de Amsterdammer Gerrit Schulte, een reus, een begrip in die wielersport toen de tijd. En die was dikke vrienden, niet alleen dat hij klant was hier bij Rih Sport, maar dat was ook vrienden met de familie geworden. De geschiedenis vanuit 40, 45 met allerlei hulpzaamheden, met voedselvoorzieningen noem maar op. Maar een vriendje van me, waar ik mee op de lagere school zat, die ouders hadden een café. En er vergaderden elke week 2 wielerclubs. Door die euforie werd het wereldkampioenschap wielrennen in Amsterdam teweeggebracht. Waren er natuurlijk veel wielrenners op de been die van daaruit hun activiteiten deden vanuit de club, vanuit het café. En toen kocht mijn vriendje zijn vader een racefiets tweedehands van een van die jongens. En toen werd uitgerekend de maandag nadat Schulte zaterdagavond wereldkampioen was geworden in Amsterdam door die beroemde Fausto Coppi te kloppen. Dat was een Italiaan die toen al de wereldtop regeerde. Toen ben ik met mijn vriendje meegelopen hier naartoe voor een rolletje stuurlint. Wij stonden nog geen 10 seconden binnen en toen kwam die bekende Gerrit Schulte kwam hier binnen. Nou, de hele familie begroette hem natuurlijk, gefeliciteerd. Maar er was een bijkomstigheid. Als Schulte in Amsterdam kwam, dan moest er haring gegeten worden. En toen stond hier 100 meter vanaf stond een haringstalletje van Stubbe. Hij staat nu op de brug bij het Centraal Station. En toen zei een van de twee eigenaren, opa Joop, want ze noemden hem, je had opa Willem en opa Joop. En toen zei opa Willem tegen mij, jongen, hoe heet je? Ik zei, Wim meneer, hij zegt, ga jij even haring halen? Dus ik kreeg een paar kwartjes in mijn handen en ik daar naartoe. Maar dan kom je terug en dan overviel hier een enorme wielersport, een enorme vakmanschap. En het heeft me zo geboeid dat ik ben nooit meer weggegaan. De ene dag, en het is eind augustus 1948 geweest, heeft mijn verdere leven bepaald. Je altijd in een geheel als een holle ruimte van punt tot punt dichtgesoldeerd wordt, dan gaat de lucht erin, gaat uitzetten en dan blaast hij de zilver blaast die weg op soldeerpunten. Vandaar dat we ontluchtingsgaatjes maken, maar na functie meteen ook weer dichtmaken. Ik had natuurlijk een hele kleine voorgeschiedenis. Ik had 2 oudere broers en die reden op fietsen. Ja, en vooral in die winter, in die hongerwinter, 40, 45, werden die fietsen gebruikt, ook voor de voetbalvoorzieningen. Dus een lekke band, of je kon niks nieuws kopen, dus ze repareerden en ik was er altijd bij. Dus ik had een klein beetje voorgeschiedenis over die sport betreft. Maar toen ben ik hier over de grond gekomen en dat zeg ik, eigenlijk werd ik na september al in die familie opgenomen. Dat is heel gek gegaan. Ik denk ook, zoiets in je leven dat voorvalt, is het voorbestemd. Daar ben ik heel langzaam wel eens een keer achter gekomen. Ik denk, ja, dat moet eens wel. Maar, dat zeg ik, de vakmanschap die hier heerste en die enorme groep wielrenners die op de riffietsen rijden, dat was prachtig. Ook de drijf van de twee opa's, de Joop en Willem Bustraan, de beheerders van de zaak, ja, die gaven toch wel aan dat je wou leren, je ging leren, weet je wel, je vond het prachtig. In 1955, en toen was opa Joop was uit de zaak al gestapt, want die was professioneel gangmaker. En die bestierde dan ook 2 cafés, één op de Maatschappijslacht en één op de Belkin ergens. En toen was het vader en zoon Willem Bustraan, dus de oude Willem bleef over, opa Willem bleef over en zoon Willem. Dat was Bustraan en zoon. En in 55, september 55, toen stierf die man alle minuut. Die kreeg een hersenbloeding, die werd geopereerd en die stierf. Nou, en toen vroeg de toenmalige zoon Willem,
of ik bij hem wou werken. Ja, daar was geen twee minuten over te denken. Mijn vader mee, want het was hier nog keurig. Ja, je vader en moeder beslisten ook nog voor je. Heel anders als nu. Dus ik ben nooit meer weggegaan. En het heeft geresulteerd in dat ik hier nu 52 jaar in de rondte loop. Waarvan ik vanaf 72 de zaak heb overgenomen. En nog steeds geniet ik met volle teugen van het totale product wat fiets heet en wat Rifiets mag heten en dat ik die maken mag, ja, zijn wilde. Nog geen dag te veel van, god, nou weer. Kijk, zie je, we bouwen dus de frames met de gradenstanden die we nodig hebben. Die kloppen we in een bepaalde stand. En hoe mooier dit nou loopt, des te ontspannender zitten de buizen in de fittingen. Dan krijg je nooit geen scheuren door spanningen die er ook. Nou, ik vind hem zelf geslaagd. Hier, mooi model erin, dat gaat samen met de vork erin. Dus we gaan hem verder bewerken. Nou, ik kan je zeggen, dit woord Rih, daar gaan allerlei fantasieën over. Maar het is wel zo, toen de oprichters van deze zaak, dus de twee broers Joop en Willem Bustraan, in hun kinderjaren lazen die boeken van Karl May, die schrijver van die Indianenverhalen. En die reden paarden. En er was een zekere Karne Benemsi. En die reed op hier. Ja, er waren drie paarden. Winnetou reed op Rih. En Old Sutherland reed op Isa en nog een. En die drie woorden, dat R-I-H, dat heet de Rih, dat is in Arabisch, is dat orkaan. Dat zijn we sinds een paar jaar pas goed achtergekomen met de nieuwe Nederlanders, die ons vertelden dat het Rih, en dat moet je anders uitspreken. Het wordt veel gezegd dat het rijwielindustrie Holland is, of rotzooi in Azië is het ook niet, rijdt iets uit het ook niet. Maar het echte verhaal van de Rih komt dus uit het boek van Karl May. Want toen de twee broers, Joop en Willem Bustraan, als vakbekwame bankwerk en pijpfitters op de Amsterdamse gasfabriek, hun eigen frames bouwden, mijn moeder op zolder, toen kregen ze de gelegenheid om in 1921 voor hun eigen te beginnen. Doordat hij in de tweede boom dwars zat hier verderop, kwam een werkplaatsje vrij. En toen hebben ze hun eigen inhoud te schrijven bij de Kamer van Koophandel, die toen wel of niet al bestond in de huidige vorm als nu. Maar toen hebben ze die fietserie genoemd. Met de gedachte uit die boeken was dit paard ook sneller als de wind. En eigenlijk moeten we maar een beetje voorzichtig wezen met die legende. Want nu worden we ondergespit, zeg maar, door de grote sponsoringen. Hè, van zoals die beroemde wielerploeg van Rabo hoort eigenlijk op Nederlandse fietsen te rijden. Maar ja, een paar miljoen kan ik er niet in leggen. Daar ga ik een week van mij met vakantie. Dus het grote gebeuren is voor ons over, met die verstanden. We hebben een gigantische staat van dienst, waarvan heinde en verre, en het is niet aan te slepen hoor, die fietsen, handgemaakte fietsen, hier vandaan worden gehaald. Dus dat is eigenlijk het begin, ook de uitleg wat het woord Rih betekent.